Novak, ahí tenéis a Alemán Griskan Herman, ahí tenéis a Lars Boom. In de etappe van donderdag was Rabobank de beste ploeg. Daarom mochten drie renners van het team in Ferrol op het podium komen. Erik Dekker legt uit hoe je de beste ploeg van de dag wordt. Er is vaak een communicatiestoornis of mensen denken dat de drie beste renners in het algemeen klassement zijn. Dat is niet. Het zijn de drie beste renners in tijd, iedere etappe, afzonderlijk. Dus als de massasprint wordt, dan heeft iedereen dezelfde tijd en dan tellen de klasseringen van drie renners. En wie dan de meeste of de kortste klasseringen heeft, die heeft dat ploegklassement gewonnen. Maar goed, in de bergen dan gaat het echt om tijd. De tijdrit dan ook natuurlijk. Dan zijn het de drie beste renners in de daguitslag waarvan de tijd wordt opgeteld. Er zijn voor de ploegen niet alleen dagprijzen, maar er is ook een klassement. De Rabo-ploeg staat daarin al dagen bovenaan door de goede prestaties van Gesink, Mollema en Ten Dam. Om ook aan het eind van de Vuelta in Madrid de allerbeste ploeg te zijn, zou de komende dagen een doel van de ploeg kunnen worden. In de bergen worden de grootste verschillen gemaakt en natuurlijk, ja, we staan met drie renners in de top 10. Het is niet voor niks dat we gisteren dat wonnen, omdat aankomst bergop was. Als die jongens dat houden, dan zal het een heel eind lukken waarschijnlijk. Maar je bent altijd afhankelijk van lange ontsnappen. Ja, vandaag is zo'n voorbeeld. Als er een lange ontsnapping met de ploeg die tweede staat, als die één renner in een ontsnapping heeft, en dan kan die 200ste staan in het klassement. Maar als die in een ontsnapping zit en ze houden 5 minuten open, pakken ze gewoon 5 minuten terug op ons. In een vlakke rit. Dus daar kun je links en rechts wel rekening mee houden. Daar wordt ook wel rekening mee gehouden, zo nu en dan. Maar vooralsnog is het gewoon logica. Moeten we daar niks aan doen. We staan met drie in de eerste 10 en die drie jongens die gaan het weekend, zaterdag, zondag en maandag, het uiterste geven en zo goed mogen rijden. En als ze dan nog steeds goed gaan, dan ben ik ervan overtuigd dat het ploegklassement ook nog steeds goed is. Dan zou het dus zo kunnen zijn dat we volgende week, als het allemaal goed is gegaan, achter dat soort ontsnappingen aan gaan rijden met de Rabo-ploeg. Dat is nog ver weg, maar dat, zeker als je in de laatste dagen zit, dan moet je daar, dan kun je daar wel wat energie in steken. Ja, maar vooralsnog is dit een optelsom van het goede rijden van onze drie klassementsrenners en ook de hele ploeg. En daarom staan we eerste en dat willen we graag zo houden natuurlijk.